Dag mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een spelletje waar wij heel vaak spelen, maar dan toch net wat anders. Dit is namelijk een Minecraft versie die heel realistisch is, heel echt. Je hebt namelijk bijvoorbeeld bij Minecraft, als je een boompje omhakt, dan gaat de boom eigenlijk nergens naartoe. En hier hebben ze dus gemaakt dat die bijvoorbeeld valt. En zo hebben ze hier meer dingen. En dat gaan we eens even lekker uitzoeken in deze video. Vandaag ben ik hier alleen. Stan heeft ook wat computerproblemen, dus het kan zijn dat ik een aantal video's de komende tijd alleen even opneem. Dus hopelijk wordt het snel gefixt met de computer van Stan. Ik zal ook een linkje naar dit spel in de beschrijving. Dit is namelijk Floppy Minecraft heet het. En het is echt super grappig. Het is echt ongelooflijk simpel. Er zijn gewoon een paar dingen wat hij toe heeft gevoegd, de maker. Maar je kan het hier dus... het is dan de realistische Minecraft, zeg maar. Alsof het echt is. Maar we gaan eens even laten zien, bijvoorbeeld van hier, die boom. Als je hier een stukje omhakt, dan valt die namelijk om. Heel langzaam. Het leuke is dat je ook zombies kunt spawnen hier. Dat gaan we dadelijk even doen. We gaan eerst een beetje rondlopen. We gaan wat dingen hakken. Kijken wat ermee gebeurt. We gaan er misschien een klein huisje bouwen. En kijken wat er gebeurt als we die helemaal kapot hakken. Je kan trouwens ook... Ik heb ingesteld dat je een pistooltje hebt. En dat pistooltje kan je ook gewoon gebruiken als jouw... hakding. Dit ziet er allemaal super raar uit misschien. Maar dit is wel grappig. Laat trouwens ook even een duimpje omhoog achter als je dit wel grappig vindt. Er zijn ook diamonds te vinden in het spel. Maar dat is volgens mij echt super moeilijk. We gaan eens kijken hoe diep we kunnen graven trouwens. Kijk, hier hebben we al wat stenen. En het is letterlijk als je hetgene wat je voor je ziet aanraakt, dan hit hij het pas. Dus het is niet zo... Kijk, je kan echt... Maar wat je aanraakt met je hand, zeg maar, dat sloop je. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt als je doodgaat. Dus we gaan gewoon eens een keer helemaal naar beneden hakken. Kijken waar we uit... Hey! Hey, we hebben al meteen diamonds. Oh, als je een pistool wil hebben, moet je diamonds vinden. Ja, leuk is dat we nu wel vastzitten trouwens. Zullen we gewoon eerst helemaal naar beneden hakken, kijken wat er gebeurt? Of we dan hier gewoon doodvallen en dan misschien is gewoon het hele spel dan wat klaar, dat weet ik niet. Oh, hij heeft ook echt een cave gemaakt. Oh, nog meer diamonds. Ik ben benieuwd tot hoe diep dit gaat. Het kan best zijn dat... oneindig diep is, maar dan lijkt me sterk. We zitten nou echt al super diep. En omhoog komen is echt geen optie meer. Uh-oh. Oh, ik wou zeggen. Het leek alsof ik niet meer naar beneden kom. Dus echt het slechtste ben ik meteen weer aan het uittesten. Zal je zien dat je echt nergens komt. Kom op, hit hem. Heb je hier ook commands? Nee. Ja. Dan denk ik toch dat ik heel even snel een ander wereldje maak. En dat is heel makkelijk te doen. Klik gewoon op bye bye. En spelen. Ja, en ik had dit gecheat. Always day wil ik aan hebben. Nou gaan we ook even met zombies trouwens spelen. Dat is wel, wel grappig. Kijk, je valt ook echt in de wereld. En dadelijk hoor je in één keer voetstapjes. Want er komen de zombies. Ik heb nu wel ingesteld dat het altijd dag is. Maar als het goed is, spawnen er wel zo zombies. Ik had dit al even uitgetest. En toen spawnen er echt superveel zombies. En nu gewoon echt niks. Dat zal je zien. Oh. Oh, wauw. Dan moet je ook echt duiken. Nice. Ik wil eigenlijk hebben dat er eigenlijk wel zombies komen. Of heb ik het nou niet goed aangeklikt? Volgens mij wel. Het jammer is dat je dit niet met z'n tweeën kan doen. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik het nou een redelijk goed moment vond om het op te nemen. Je kan namelijk... zover ik weet dit niet multiplayer spelen. Dat is eigenlijk wel jammer. Dan hadden wij nog misschien wel een grappige video hiervan willen maken. Met z'n tweeën. Heb ik nou dan zombies gespawnd? Er spawnt nou niks.
Misschien dat de wereld niet helemaal lekker is aangemaakt. Dan gaan we daar ook nog een keer eens proberen. Oh! Je kunt hier ook echt doodgaan. Dan wil ik daar ook eens proberen als we die zombies tegenkomen. Oh! Die bomen omschieten is echt geniaal. Dan gaan we ook het zwaardje uitproberen dadelijk als we zombies tegenkomen. Het is gewoon heel toevallig dat we nou niks zien. Nou, dan ga ik even nog één keer een nieuw wereldje maken. Ja, zombies spawnen staat uit. Anders doen we dit wel. Even kijken of het nou wel goed werkt. Of we nou wel zombies krijgen. Die kreeg ik toen echt meteen. En ik was ook echt gewoon op dezelfde plek. Of misschien had ik even moeten wachten op de dag. Voor de zombies. Misschien moeten we een stukje verder lopen. We gaan eens even kijken. Ik heb nu in ieder geval ingesteld dat het ook nacht kan worden. Dus dan ben ik sowieso verzekerd dat dadelijk de zombies komen. Ik dacht even dat ik daar een huisje zag. Die leaves kan je ook. Oh. Kijk, de dag duurt ook helemaal niet eens zo lang hier. Dan hoop ik dat er nou zombies komen. Want dat wil ik jullie ook even laten zien. Zombies zijn op zich gewoon grappig. Ze lopen gewoon echt. Eigenlijk doen ze hetzelfde als bij Minecraft. Ze lopen gewoon naar je toe. Probeer je te pakken. Als ik ze tegenkom. Oh. Hier, dat loopt ook helemaal gek. Ik kan ook mezelf niet zien, mijn F5 werkt niet. En de klimmen is ook wel grappig. Of ik moet op dezelfde plek blijven staan of zo. Ik weet niet, het is echt raar dat hij geen zombie spawnt. Ik ga wel even wat testen met wat wereldjes, dan kom ik zo bij jullie terug als ik wat zombies gevonden heb. Dan ben ik weer. Ik heb de zombies gevonden. Ik had het even uit en aangeklikt. Dat ze spawnen en nu doen ze het wel. En nu blijven ze ook elke keer komen. Oh, kan ze schieten of met zwaardje. Echt super raar. Maar ze hitten mij wel. Dus we gaan daar eens kijken wat er gebeurt als wij sneuvelen. Of nou spawnen ze zeker niet meer. Oh! Ja, maar de gun is echt veel te makkelijk. We gaan wel even met zwaardje doen. Oh! Helemaal op en neer springen. Kan ik ze hier ook mee hitten zo? Oh! Kijken wat er gebeurt als je ze ingraaft. Nee! Dan zit ik zelf vast. Ah, nee, dan ben ik dood. Oh, je kan gewoon respawnen. Nice. Waar liepen wij nou net naartoe? Oh. We liepen die kant op. Ja, dit is wel aanrader, mocht je echt niks te doen hebben. Is wel funny om dit een keer te spelen. Het is niet super spectaculair. Maar wel lollig. En best wel goed in elkaar gezet. Best leuk gemaakt. Dus ik, ja, nogmaals, linkje staat in de beschrijving. Volgens mij heb ik nu ook echt meteen al alles laten zien. Oeh. Nice. Dus ja, vond je het leuk? Laat even een duimpje omhoog achter. Dan ga ik ondertussen verder met de zombies knallen. En zorgen dat ik overleef. En ja, nogmaals, wil je het zelf spelen? Link in de beschrijving. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk is onze PC snel gefixt. Dat wij weer video's samen kunnen opnemen. We hebben nog wel wat pretpark video's die eraan gaan komen. Dus komt goed. En fijn weekend mensen. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Later.